Alles goed? Ja. Welkom bij de nieuwe winkel, heren. Ik ga je naar binnen begeleiden. Volg mij. Dus alles goed. Kom. Ik heb hier een tafel voor jullie. Dankjewel. Ik ga proeven. Zin in? Dan heb ik voor jullie komkommer kazuzuke. Dat is een Japanse pekelingstechniek. Dat doen wij met bierborstel van Brouwerij de Hemel, hier 500 meter in de buurt. En daarbij een gistbouillon en gistolie. Laat het smaken. Dus dit is kazuzuke. Kazuzuke is een Japanse pekeltechniek. Moet die bijna veranderen bij die gist? Crazy. In eerste geval. Interessant, hè? Ja. Vooral die komkommer is zo lastig. Ja, heel lastig. Ja. Ja. Je hebt gewoon een lift, hoor. Kijk. Oh. Dank je, hè? Oh, dat mag, hè? Heerlijk, we hebben het eerste gerecht geproefd. Ja, Peter, ga gewoon eens gaan. Ja, dat ga ik ook doen. Ja, het is heerlijk, ja. Mm. Maar het gerecht is heerlijk, maar welke wijn is jouw favoriet, Peter? Prachtig gerecht, spannende uitproberen met wijn. De eerste wijn vind ik dat hij vooral de bitters benadrukt krijgt door het gerecht. Met name de komkommer, bij de crème sluit hij wel aan. Tweede wijn, ik denk dat er wat hout in zit, die is stevig, maar ook heel fris. Dus die combinatie zit eigenlijk ook in het gerecht. Dus dat sluit goed aan. Is voor mij persoonlijk misschien iets te krachtig. En de derde wijn is out of order. Dat is een wijn die je nooit zou kiezen in eerste instantie, maar juist daardoor weer voor mij er wel bij kan. Op een of andere manier het contrast opzoeken. Dus omdat, ik dus voorkeur voor de tweede wijn duidelijk. Goed, ben je het daarmee eens? Ik ben het er zeker mee eens. Ja, ja. Want ik denk ook dat nummer 2 de wijn is die ik erbij heb gekozen. De eerste wijn, daar vond ik persoonlijk dat het bloemige van de wijn, is vrij floraal, het stemt goed overeen wel met het gerecht. Ook met de gistcreme, met de bouillon. Aanvankelijk blijft de komkommer heel in het begin wel overeind, maar dan valt hij toch weg en inderdaad dan komen bitters naar voren. En ik vind dat bijna zelfs een klein tikje schraal wordt in de afdronk. Dus het begint goed, maar het eindigt niet zo goed. De tweede wijn, inderdaad, is mijn persoonlijk favoriet. Is ook de wijn die ik zelf heb geselecteerd. Heeft inderdaad hout gehad. Wij serveren hem ook een stuk frisser, waardoor het zuur nog iets meer naar voren komt. Ja. Maar inderdaad, het gerecht zelf, zoals je zegt, is intens, maar toch wel verrassend licht. En dat komt in de wijn ook. De wijn is rond, is vol, maar heeft mooie zuren. Het zijn druiven van op hoogte, op 1000 meter hoogte. Okay. En het pakt de komkommer heel goed, vind ik. En gaat naar een heel lange, aangename afdronk, waarbij alle smaken, zowel van de wijn als van het gerecht, hand in hand verder gaan en behouden blijven. En de laatste wijn inderdaad, die stemt het gerecht overeen. Gaat er volledig overheen, zal het zo zeggen. Dus dat is geen goede match voor mij. De wijn zelf vind ik heel lekker, maar ik zou het niet bij dit gerecht plaatsen. Nee. Ik denk wel dat ik een groot luim hier ben. Ik zal de wijnen gaan halen, zodat je kunt zien wat is. Jij weet het al, maar we gaan kijken wat de rest is dan. Ja, ik ben benieuwd naar de wijn van Peter. Wijn 1. Wauw. Oké, dat had ik niet verwacht. Het test. Tess, maar dan de bezuidheiling. Ja. Keien, wat dat, heet. Dat zuidelijke. Dus je hebt dat rijpe en je hebt toch het mineralen. Daarbij mag het frisser, denk ik. En ik dacht vooral bij die crème goed aan te kunnen sluiten. Ja. Wijn 2 heb je net al over verteld. Hè? Ja. Madrid. Sierra de Gredos, bergketen, veel gebergketen bij Madrid. Albio is het druif, wijngaard op 1000 meter hoogte. Project van 2 jeugdvrienden met ervaring in de Priorat die teruggekeerd zijn om daar op hoogte dus oude, vervallen, verlaten wijngaarden terug nieuw leven te blazen. El Hombre Bella, vrij vertaald uit het Spaans, is dat de menselijke kanonskogel. Is het hem ook van je? En de laatste is een hele grappige, want dat zie ik bijna uit België. Ja. Kijk! Hey. Wauw! Ongelooflijk. Ja, dus de wijn van Beekborne. Ja, Patrick. Patrick Karmans, die
echt natuurwijnen maakt, heel kleinschalig, maar wel fantastische spullen. En het is een blend met Pinot Noir, Chardonnay en Pinot Gris. Ja. Van zijn Le Garenne wijngaard. Dus het is ook natuurlijk vinifieerd. En ja, er is dus rode wijn. Althans, een Pinot Noir heeft wat kleur afgegeven. Ja, dus niks orange, maar ook niet rosé bedoeld. Dit is zijn blend. Mooi, heel mooi, ja. Verrassende wijn inderdaad, ja. Dit is echt een goede liner. Dit zijn wijnen die echt aan elkaar gewaagd zijn. Ja, dit kan ik dus een hele dag drinken. Ja, nee, dat snap ik ook. Ja. Dat heb ik ook wel. En tegelijk, want dat vraag ik me al sinds. Oké, hey, dat ben ik niet. Ja, nee, maar ja. Dus op dat vlak is het wel vergevingsgezind. Ja.